Voor onze kust, de kust van Katwijk eigenlijk, buiten de territoriale wateren, is dit weekende een nieuw illegaal radiozendschip met proefuitzendingen begonnen. Op 1107 kilohertz op de middengolf zendt de nieuwe piraat op de Noordzee uit. Toen we er vanmiddag even boven cirkelden, was de 72 meter hoge aluminium zendmast duidelijk te zien. Een gloednieuwe mast geplaatst op een kustvaarder die onder Panamese vlag bleek te varen. Maar voor de rest is deze nieuwe radiopiraat nog een groot mysterie. De naam achterop het schip, de Magda Maria, komt zelfs in de nieuwste officiële lijsten niet voor. En de naam van de zender werd in alle uitzendingen vanmiddag ook niet genoemd. Wel draaide men vanaf het schip vandaag alleen maar Nederlandse platen. Is hij naar wens, zo was de eigenaar zijn vaart. En ik zei kijk eens naar... Volgens ingewijden zouden er achter deze nieuwe zeezender mensen zitten die jaren geleden ook al actief waren met radio vanaf de Noordzee. En die pas in de loop van de komende week hun identiteit en hun nadere plannen zouden willen onthullen. Overigens bestaat er volgens diezelfde ingewijden een kans dat er op korte termijn nog een tweede zeezender voor de Nederlandse kust verschijnt. PTT en Justitie zijn inmiddels op de hoogte van het piratenschip dat dit weekende dus met proefuitzendingen is begonnen. Maar ze hebben nog niet tot maatregelen tegen de zeezender besloten.